Inger Strietman, welkom. Dankjewel. Mag ik even je aandacht? Nee, dat is flauw. Mag ik even je aandacht? Dat is de titel van jouw meest recente boek. Mag ik even mijn aandacht? Klopt, ja. Ja. Jij schreef 2 boeken. 100 dingen die je eerder had willen weten. En mag ik even mijn aandacht? Yes, klopt. Ja, over gezond egoïsme. Mm-hmm. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Nee. Want wij gaan dan ook praten over dit boek. Dat jij niet hebt geschreven, maar wel, waar jij wel een geweldige ambassadeur voor bent. Ja. Namelijk het boek Tim, de officiële biografie van Avicii van de Zweed Måns, denk ik, Måns Mårtensson. Ik ben niet zo goed in Zweed. Dus. Nee, er staat zo'n rondje op die A inderdaad. Hoe spreek je het dan uit? Ja, dat is de vraag. Jij bent naast schrijver ook coach en spreker. En jij zit hier als ambassadeur van deze intieme biografie. Ja. Over DJ en producer Avicii. Zijn doopnaam was Tim Berglin. Zeer succesvol was hij in zijn werk. Maar het was ook een introverte jongen, hè, die moeilijk kon omgaan met zijn... Nou ja... Grenzeloze succes. Ja. En ik had echt moeite met, met het bekend zijn. En mm-hmm. de last. Ik hoorde vandaag een liedje van hem, Wake Me Up. Dat is natuurlijk een heel bekend liedje. Mm-hmm. En dan zingt hij, I tried to carry the weight of the world, but I only had 2 hands. Is dat karakteristiek voor hem? Absoluut, ja, het is een jongen die heel sensitief is, ontzettend getalenteerd. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal van hem. Ja. Maar die ook wel het leven en de wereld op een bepaalde manier wil ontcijferen. En misschien ook wel ergens de mens... hij neemt het leed van de mensheid wel op zijn schouders. Hij wil graag mensen blij maken, hij wil ze gelukkig maken. En dat wil hij doen door zijn muziek. Ja, en dat doet hij ook eigenlijk. En dat doet hij ook. Maar het treurige natuurlijk aan het leven van Tim is dat hij... zo getalenteerd is, zo ontzettend sensitief is... en zijn hart en zijn intuïtie volgt in het maken van zijn composities... want hij is eigenlijk meer dan een DJ, hij is eigenlijk een componist... anno deze tijd. Net als manier. Hè? Ja, precies. Ja. Maar dat hij tegelijkertijd, om erkend te worden... om die muziek de wereld in te brengen... terechtkomt in een industrie... waar hij als introverte, gevoelige, talentvolle jongen... eigenlijk niet voor gemaakt is... Nee. En dat is de grote contradictie eigenlijk uit het leven van Tim, is dat als je met zoveel talent geboren wordt en zo de drive hebt om mooie dingen te maken en uiteindelijk de wereld ook ziet dat dat fantastisch is, dat hij eigenlijk ten onder gaat aan de commerciële kant daarvan. Dat is eigenlijk heel treurig en tegelijkertijd ook iets wat heel menselijk is, omdat we denk ik allemaal... die tweestrijd in onszelf wel kunnen herkennen. Ik denk daarom dat het boek niet alleen interessant is. Het beschrijft natuurlijk heel erg zijn carrière en zijn opmars. Van een talentvolle jongen die op zijn zolderkamertje mooie muziek aan het in elkaar aan het draaien is. Dus dat is voor de muziekliefhebber en voor de Avicii-fans fantastisch. Ja. Maar het is ook een heel menselijk boek. En ik denk dat het daarom voor heel veel mensen interessant is... om die tweeledigheid in zijn leven te zien en ook te herkennen. Want... hij is aan de ene kant, wil hij heel dicht bij zichzelf blijven. Daar zit ook zijn talent. En aan de andere kant wordt hij daar uitgetrokken... omdat de wereld continu veel van hem vraagt. En daarom zit ik hier ook als ambassadeur. Want daar gaat gezond egoïsme natuurlijk ook heel erg over. Hoe kun je nou naar buiten treden... en doen waarvoor jij hier op deze aarde gekomen bent... Als je dat heel diep voelt. En tegelijkertijd ook dicht bij jezelf blijven. En hij is wel echt iemand, ik denk dat het wat dat betreft een heel leerzaam boek is voor heel veel mensen. Ja. Om te zien hoe ingrijpend dat kan zijn. En zeker als je gevoelig bent, hoe moet je met gevoelens omgaan in een wereld waarin je 3 concerten of 3 optredens per nacht moet draaien. Ja. Dat is eigenlijk niet te doen. Nee, dus hij verdooft zichzelf continu om dit leven te kunnen blijven leven en iedereen blij te maken. Ja. Maar gaat er zelf ten onder. Ja, dus hij vlucht en uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. Uiteindelijk, ja. Het is een hele reis. En dat is wel interessant, want veel mensen kennen het succes en het einde. Mm-hmm. Maar juist de reis tussen het zolderkamertje, het succes
en die zelfmoord, daar gebeurt ontzettend veel tussen. Waarin hij ook afkikt en helemaal into de meditatie en het boeddhisme terechtkomt. En daar het geluk en de rust hoopt te vinden. En uiteindelijk toch weer afglijdt. Het is een boeiende reis. Ja, maar biedt het boek ook handvatten voor mensen die zeggen... Ja, jeetje, ik heb niet dat succes van hem, maar... Er wordt wel heel veel van mij gevraagd op mijn werk, in mijn privéleven. Ik denk eerlijk gezegd dat de mensen die hem, die heel dicht bij hem stonden, waaronder ook zijn ouders, er is met iedereen in zijn omgeving gesproken. Er zit ontzettend veel research in dit boek. Het leest ook alsof je met hem meeloopt. Ja. Het leest niet afstandelijk, maar het leest heel dichtbij. Dat is heel prettig. Maar wat heel boeiend is, vind ik, en waarom het zo essentieel is dat dit boek er is, is niet alleen om van een afstand te zien, oh, het succes van Tim en de neergang, maar juist ook dat het een roep is voor mensen om hun psychische kwetsbaarheid te delen. Ja. Er is de Tim Bergling Foundation is ook opgericht na zijn dood, omdat de ouders ook zoiets hadden van, ja, dit is zo'n probleem dat we met z'n allen de hele dag onze glimlach omhoog moeten houden en onze mond dicht houden over wat er werkelijk in ons omgaat. Ja. En als hij eerder zijn mond had opengedaan en de vrijheid in zich had gevoeld om te delen wat er werkelijk in hem omging, misschien had hij dan nog geleefd. Ja, maar kun je dat nog wel op zijn hoogte, zou ik maar zeggen? Nou, ik. Er zijn natuurlijk veel mensen die iets van je willen. Ja, dat is heel lastig. Verwachtingen. Als je afzegt voor een concert, nou, dan word je de volgende keer niet meer. Dan moet je niet op Twitter kijken. Nee. En dan word je afgemaakt. Nee, dus dat is, hij is daar natuurlijk een ultieme spagaat terechtgekomen. En dan ook nog op zo'n jonge leeftijd. Hij heeft niet het voordeel van als je alweer wat ouder bent, waardoor je jezelf beter leert kennen en weet wat wel en niet goed voor je is. Hij heeft zichzelf eigenlijk leren kennen, terwijl hij al op het toppen van zijn kunnen, of in ieder geval het toppunt van de wereld was op het gebied van muziek. Dus dat is, ja, dat is wel cru. Mag ik iets persoonlijks vragen? Zeker. Want herken jij elementen van hem in jezelf? Ja, absoluut. Ja. De sensitiviteit, dat is ook de reden waarom ik natuurlijk mijn eerdere boeken heb geschreven. De sensitiviteit en het ontplooien van... je eigen talenten, je eigen ontwikkeling en je gedreven ook voelen en ambitieus zijn. En tegelijkertijd die zorg voor jezelf en je eigen gezondheid ook voorop stellen. Dus nee, ik werd er mede daardoor ook denk ik extra geraakt. Ja. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt die dit boek gaan lezen. Wat had je nou gedaan? Stel je voor, hij was een van de mensen geweest die jij had mogen coachen. Wat is het advies wat je hem had meegegeven? Dat is natuurlijk een hele surrealistische vraag, hè? Ja, ja maar goed, Frits heeft ook iemand tot leven gewekt. Ja, alles kan. Ja. Nou, wat ik denk, en dat gebeurt in het boek uiteindelijk ook, maar wat ik hem heel erg had gegund, is dat hij al in een veel eerder stadium mensen om zich heen had aan wie hij zich kon openen. En dus eigenlijk heeft hij zich zo lang verdoofd, dat hij ook zoveel trauma's heeft ontwikkeld... door verkeerd medicijngebruik, door pijnen, zowel mentale pijn als fysieke pijn. Ja. Dat het, nou ja, als hij in mijn coachpraktijk had gezeten aan het begin van zijn succes, dan hadden we veel kunnen praten. En ik denk dat dat hem heel veel had kunnen opleveren. Ja. En dat kan nu hopelijk ook andere mensen die nog jong zijn opleveren. En ik hoop dat dit boek dat gaat doen. Ja, dus jij zegt, ga in gesprek over wat je voelt. Ja, absoluut. Ja. Mag ik je heel hartelijk bedanken, Inge Strietman. Ik laat toch nog even ook jouw boek zien, dus het boek Tim. Ja, het boek Tim, dat is misschien nog goed om te benoemen, komt 16 november wereldwijd op diezelfde dag uit. Dus dat is wel bijzonder. Het is er dus nu nog niet, maar je kunt het vast al reserveren. Hartstikke mooi. Dankjewel. Alsjeblieft.